Vandaag is het 26 oktober. De herfst is al in Nederland een maand in de gang. Ik weet niet of u het weersbericht van vandaag gekeken hebt op uw mobiel, maar het wordt 20 graden vandaag. En de zon schijnt. Dat voelt een beetje als de zomer. Alsof de zomer gewoon weer terugkomt. En toch is het echt herfst. En de winter komt eraan. Waarom weten we dat? Dat weet je gewoon op basis van de kalender. En gewoon uit ervaring. Dat gebeurt gewoon ieder jaar. Hij komt terecht, ook al is het nu mooi weer. Als we nou naar de symbolische kalender gaan kijken van de profetieën. En u leest die af waar we dan staan. Dan weet u dat we vlak voor de wederkomst van Jezus staan. En daarom heeft het thema ook vandaag. Onze levensstijl in de laatste dagen. Het gaat niet over gezond eten. Het gaat niet over bewegen. Maar het gaat over de geestelijke levensstijl. Dat zou een apart thema zijn, andere keer misschien. Ik begin met een paar lange bijbelteksten. En troost u, alleen in het begin zijn ze lang, daarna worden ze steeds korter. Dus, maar in het begin heeft u nog de focus om daarna te kijken, dan moeten we andere dingen doen. We beginnen met de woorden van Jezus zelf. Waarom Jezus ons gewaarschuwd heeft voor deze tijd. En die staan opgeschreven in Matteüs 24. En we lezen vers 3 en 7 en zometeen nog vers 8 en 9. En de discipelen zaten met een vraag. En Jezus beantwoordt die vraag in deze tekst. De discipelen zeggen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Wel heel veel vragen ineens, hè? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op en word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Als u het nieuws kijkt, of de krant openslaat, of op uw nieuwsapp nu.nl of een andere app kijkt, dan vervullen die profetieën zich voor uw ogen. Hoeft u niet echt een lange studie van te maken. Je ziet het gewoon gebeuren. En daarom zeg ik, zoals de herfst al bezig is, zo is de vervulling van deze profetieën ook bezig. Ook al is het vandaag even hier in Nederland rustig, hebben wij er persoonlijk geen last van. Nu op dit moment. Ik ga eens nog twee versen. In vers 8 en 9 van Matteüs 24. En daar wordt u niet vrolijk van. We hebben het over heel veel ellende gehad. En dan zegt Jezus, al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. De vrouwen die kinderen hebben gekregen weten dat weeën komen. En het einde is het zwaarst. Dan zullen ze u overleven aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dus om maar met wat boute woorden te zeggen. Als je godvruchtig bent tot het einde toe en in Jezus blijft geloven, dan komt er vervolging. Die kunnen we volhouden. Maar als je denkt, ik ga rustig naar het einde toe. Nee. Dat is niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel dit zegt, hè. Dan moet je je het volgende voorstellen. Als je een kind van God bent, je wil dus gelovig zijn, dan klinkt het raar wat ik nu zeg, maar dan leef je in vijandig gebied. Ik geef u een korte uitleg. Als je een kind van God bent, ben je twee keer geboren. Maar je leeft in de wereld van mensen die maar één keer geboren zijn. De eerste geboorte is de natuurlijke geboorte van je moeder. En de wedergeboorte is bij de doop of in je hart. Als je twee keer geboren bent, ga je meestal tegen de stroom in. Want je vindt heel veel dingen anders. Wat wij geloven en hoe we naar het leven kijken, begint ook bij een andere bron. En anders, het eindigt ook totaal anders. En toch is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, al deze dingen. Het gebeurde ook al 2000 jaar geleden bij de eerste gemeente in de eeuw. Nadat Jezus naar de hemel gegaan was, kwam het ook over hen. Ik had u gezegd, in het begin wat lange teksten. De apostel Petrus was erbij.
En die vertelt erover in 1 Petrus 3, vers 13, 14, 15 en 16. En voor degenen die denken, die tekst die ken ik wel. Nou, u kent hem aan het einde van dit thema heel goed, want vers 15 gaan we wel een paar keer terugkomen. Maar dat merkt u vanzelf wel. Ik denk dat u hem uit het hoofd straks kent. Wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Zalig is een ander woord voor gelukkig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Dat is vers 15. En hebben goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. In de tijd van Petrus waren er mensen die de heiligen tegenwerkten, de gelovigen, zeg maar de gemeente. Maar ze beschuldigden hen van allerlei dingen. Ik noem je een paar voorbeelden. Het eerste beschuldiging was dat ze de regering ondermijnden. Ja, waarmee dan? Nou, de keizer heette Caesar en die werd heren genoemd. En zij noemden Jezus heren. Met andere woorden, ze waren in opstand tegen de keizer, zeiden ze. Zo keken ze daarna. Ze zeiden, Jezus is onze Heer. Maar ze beschuldigden ook de gemeente ervan dat ze een economische bedreiging waren. Waarom dan? Omdat ze tegen afgoderij predikten. Afgoderij was in die tijd niet alleen een religie, maar ook een verdienmodel. Leest u maar de brief in de Efeze, waarom de opstand er kwam. Een bron van inkomsten. Maar ze veroordeelden ook hun levensstijl. De levensstijl van de christenen beschuldigde en veroordeelde vooral de heidenen of de ongelovigen. Omdat christenen een andere levensstijl hebben. De vergelijking van christenen dat zij de immoraliteit van die tijd afkeurden. En misschien doet u dat ook wel in de huidige tijd. Dus Petrus daagt ons uit, zegt hij, om die levensstijl voor de laatste dagen te gaan doen. Ik ga even iets dichterbij in de tijd, maar wel meer dan 80 jaar geleden. Dan komen we ongeveer in de buurt van de Tweede Wereldoorlog. En dit is deze man, deze predikant leefde toen, Martin Niemüller. Hij heeft de oorlog overleefd, dat ziet u ook in dit geval. Het gaat over de tijd van de nazi's in Duitsland. En deze geschiedenis van Martin Niemüller is waar gebeurd. Hij was predikant en hij verzette zich tegen Hitler. Hij kwam in de gevangenis terecht en later in het concentratiekamp. Maar hij heeft het overleefd, hè, want u ziet dat hij tot 1984 heeft geleefd. En na de oorlog is hij dan vrijgelaten. En toen is hij vrijuit gaan spreken over wat hem overkomen is. En hij vertelde vooral wat hij niet heeft durven doen. En wat hij niet gedaan had. Om zijn stem te laten horen. En ik citeer een stuk wat hij zelf opgeschreven heeft. Hij zegt er letterlijk, zegt Martin Niemüller, eerst kwamen ze, de naties, voor de socialisten. En ik sprak niet, omdat ik geen socialist ben. Toen kwamen ze voor de vakbondsleden. En ik deed niets, omdat ik niet lid van de vakbond ben. Toen kwamen ze voor de Joden. En ik zei niets, omdat ik geen Jood was. Toen kwamen ze voor mij. En tegen die tijd was er niemand meer die zijn mond opendeed. Als iemand dan nou aan je vraagt vandaag de dag, joh, wat geloof je nou eigenlijk? Of wanneer is nou iemand voor het laatst geweest en heeft je aangekeken en zegt, joh, hoe zit jij nou in elkaar met je geloof? Wat drijft jou nou? En in moderne woorden is het, wat is your purpose? Je moet een purpose hebben tegenwoordig. Nou, dan kan je dat zeggen. Hoe komt je levensstijl in dit leven tot uiting? Ik blijf nog even diezelfde tijd bij deze filosoof, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche in een tweede uur is best wel ingewikkeld. Want deze man was anti-God, anti-Christus en anti-Bijbel. En toch wil ik hem citeren. Hij maakte namelijk christenen belachelijk. En ik zal je zo uitleggen, het was hun eigen schuld. Hij zei letterlijk tegen hen, als jij wilt dat ik in je verlosser geloof, zou je er dan niet wat meer verlost uit willen zien? En dat is een hele harde beschuldiging. Denk erover na. Als mensen zeggen, als jij zegt dat je gelovig bent, zou je er niet als een gelovige gaan gedragen? Je levensstijl. Dus wat is de reden voor je hoop? Want ook in die tijd was er ook vervolging. De dag waarin wij leven zal er vervolging komen. In sommige landen is die er misschien al.
Hoe ziet het nou naar de toekomst eruit? Ik haal een paar uit de huidige tijd, uit de kranten die je tegenwoordig ziet. Ze zullen je namelijk intolerant gaan noemen. Waarom? Je zegt dat er nou maar één weg is naar de hemel en dat is door Jezus Christus. Dus je tolereert andere geloven niet. Ja, het gaat erom wat de vaste norm van goed en kwaad is. En als je dat zegt, dan zal je intolerant zijn. Het gaat er niet over de wraakzucht tegen intolerantie, maar het gaat vooral over hoe bekijk je het. Maar je kan ook zeggen, dus misschien word je wel beschuldigd dat je bij religieus rechts hoort. U weet wat rechts is, hè? Dat is fascisme. Religieus rechts is nog erger, vinden ze. Alsof er religieus links en rechts is. Ik zou niet weten wat het is, hoor. Maar het antwoord gaat niet over rechts of links. Het antwoord gaat over goed of kwaad. Dus als je opkomt voor wat goed is, dan zal je misschien wel onverdraagzaam genoemd worden. En onverdraagzaamheid, daar is een ander woord voor. Dan ben je een fundamentalist. Of een extremist. Wow, er is wetgeving tegen extremisme. Dus dan kan je vervolgd worden. Bekrompen zal je genoemd worden. Nou, dit is het, zeg maar, de inleiding naar hetgeen als het over de levensstijlen gaat van de laatste dagen. Ik heb er 5 voor u en die wil ik graag alle 5 met u doornemen. De een is wat korter, de ander duurt wat langer. Dus als u denkt, de eerste is nou heel kort, dat is zo klaar zijn. Nee hoor, er zijn er een paar die wat langer duren. De eerste levensstijl, ik zal ze alle 5 even op het scherm zetten. Onze levensstijl dat hier gaat over een gevestigde heerschappij. Het zijn af en toe wat lastige woorden, maar ik heb ze nodig om wat te kunnen uitleggen. De tweede gaat over een levensstijl met een solide logica. Iets wat je kan beredeneren. De derde gaat over een levensstijl met een die superieur is. Die boven alles verheven is. De vierde gaat over een standvastige liefde. En de vijfde stijl van leven gaat over een bevredigd verlangen. Nou, wat moeilijke woorden, maar passen in hetgeen ik ga van overdragen. We gaan over de eerste. Een levensstijl die omvat een gevestigde heerschappij. We hebben net 1 Petrus 3 gelezen. En ik zei al, hij komt terug. 1 Petrus 3 vers 15. Niet helemaal, maar een stuk eruit. Maar heilig de Heere God in uw hart. U heeft het net ook kunnen lezen. Wij kunnen dus niet toestaan dat iets of iemand jouw trouw in de weg staat naar Jezus Christus. Dat verdraag je gewoon niet. Als je die heerschappij erkent. Wat betekent nou het woord heilige, wat hier staat, heilig de Heere? Heiliging betekent altijd iets apart zetten. Dus een apart plekje geven. Hoe zet je nou Jezus apart? Ja, niet wegzetten, hè? Verstoppen dat hij hem niet meer ziet. Nee, dat betekent dat je hem loszet van de huidige wereld. Je verheft hem. Je vermengt hem niet met iets anders. Dat is geheiligd. Daar heb je de Heere apart gezet. Hij is voor jou de koning van deze aarde. En dat is best wel raar, want we hebben geen wereldheerser. Wel in ons eigen land, maar als de koning van deze aarde. Het tweede gaat, ik zei, deze gaat wat vlug, hè? Gaat over onze leefstijl vraagt om een solide logica. 1 Petrus 3 vers 15. Dit is hem helemaal, hoor. Maar heilig God, de Heer in uw hart. En verder, en wees altijd bereid aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Ongelovige mensen hebben soms vreselijk goede vragen. En goede vragen vragen om goede antwoorden. Je kan ze niet zomaar dan met een beetje, ja, omdat het zo is. Omdat ik dat geloof. Nou, dat zijn niet de beste antwoorden. Dus als je op die manier naar antwoorden kijkt. Toch zijn er heel veel mensen die als je ze op de man afvraagt van, wat geloof je nou eigenlijk? Dat ze toch een beetje beginnen te stotteren. Of zich misschien wel schamen om dat uit te leggen. Omdat het afwijkt. Ik las een verhaal van een mevrouw die zegt, wat gelooft u? Ze zei, nou, ze had wel een antwoord klaar, hoor. Ik geloof wat mijn kerk gelooft. Dat is slim, hè? Maar de vraagsteller ging door, wat gelooft dan uw kerk? Nou, de kerk gelooft wat ik geloof. Dus we geloven allebei hetzelfde. Je hebt natuurlijk helemaal geen antwoord gegeven. Als je op die manier antwoordt. Eigenlijk zeg je, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga er maar heen omdat ik het altijd doe. Omdat het wel gezellig is. Omdat het zo hoort. Dan moet je je voorstellen dat je als getuige bij een auto-ongeluk komt. En iemand ligt daar bebloed en je kan hem beklemd en bebloed en je kan hem even niet helpen. Maar misschien gaat hij wel dood. En die zegt, ja, maar ik ga dood, ik wil graag toch gered worden. Wat zeg je hem dan? Zeg, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Of zeg je, neem Jezus in je hart aan en je zal gered worden.
zoals de moordenaar aan het kruis, gered werd door het bloed van Jezus Christus bij zijn bekering. Heel veel mensen verlangen uiteindelijk toch naar helderheid en waarheid uit jouw mond. En niet uit de mond van een prediker, een bijbelarbeider. Maar gewoon omdat je de buurman bent, of de collega, of weet ik wat nog meer. Dus je moet je geloof een beetje aanscherpen. We hebben welbespraakte mensen nodig, zeg ik maar, die hun stem laten horen op het werk, in de maatschappij, op scholen, in de stad. En die opkomen voor de Heer Jezus op een redelijke manier, maar wel onderbouwd. Ik ga u een verhaal vertellen, wat op zich niet echt gebeurd is, maar het is wel een mooi verhaal. Om de symboliek te bekijken hoe je kan geloven en ook niet geloven. Het gaat over een pasgetrouwd stel. Ze hebben een mooi feest gegeven, de bruiloft is voorbij, taart is op, de muziek is gedaan, de gasten zijn weg. En het nieuwe stel stapt in hun auto en rijden weg. En de bruid zegt dan tegen haar bruidegom: Jan, breng me alsjeblieft naar huis. Goeie vraag. Jan zegt: schat, je weet dat we niet naar huis kunnen. Ons huis is pas over 3 weken klaar. We gaan eerst op huwelijksreis. Ze zegt: nee, breng me naar mijn moeders huis, waar ik vandaan kom. Dus Jan, ik wil dat je begrijpt, je bent mijn echtgenoot, je bent mijn man, ik heb je getrouwd. Ik ben dankbaar voor de liefde voor mij, maar ik wil dat je terugbrengt naar mijn huis, naar mijn oude leven. En als ik je nodig heb, Jan, als ik het moeilijk heb, dan bel ik je. Dan doe ik een beroep op je. En ik zal proberen 1 keer in de week toch dat we elkaar kunnen ontmoeten, hè, dat ik bij je langskom. En ik weet, dat verwacht natuurlijk wel, dat je in mijn behoefte voorziet. Jan, ik heb je mijn leven gegeven door je als man aan te nemen, maar verwacht nog niet dat ik mijn leven verander. Nou, het is natuurlijk maar een verhaaltje. Maar zo is er natuurlijk heel veel mensen die geloven. Op die manier kijken ze naar het geloofsleven. Ze dragen in naam een geloof. Ik heb Christus geaccepteerd. Als ik in problemen en moeilijkheden kom, ja, dan ga ik wel bidden. Dan bel ik hem wel even. En als het goed is, ik me goed voel, ja, dan kom ik wel naar de gemeente. 1 keer in de week. Dat is toch prachtig. 52 keer per jaar. Maar God is Heer. En Jezus je verlosser. Niet alleen 1 keer in de week, maar 7 dagen per week. Hij is het absoluut. Nou, als je dat allemaal weet, hoe ga je dan om met wat onredelijke mensen? Want het ging over een solide logica, hè? Hoe ga je nou om met mensen die vervelend in gesprekken zijn? Nou, het betekent niet dat je ruzie moet maken met onredelijke mensen. Je hebt de neiging wel, maar dat is niet de oplossing. Ik heb 2 bijbelteksten voor u. De Bijbel waarschuwt er zelfs voor. 1 is natuurlijk van de wijze Salomo. Spreuken 26 vers 4. Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou ook u aan hem gelijk worden. Dus als mensen echt onzin uitkramen over ons geloof, laat je niet verleiden. U maakt het soms wel eens mee als mensen voor het eerst horen dat je gelovig bent, of wat je gelooft, dat ze allerlei discussies met je aangaan. Ze kijken, ze willen je gewoon testen. Maar weet je, moet je voorstellen, als je met een vrijke gaat worstelen, dan word je vies. Want vrijke geeft er niet om. Dus als je ruzie maakt met een dwaas, kan iemand erbij, die erbij staat, niet zien wie is. Wie is nou degene die niet dwaas is en de andere? Dus dat moet je helemaal niet doen. Jezus heeft er nog een mooi antwoord over gegeven, zelf. Dus niet alleen via Salomo, maar ook in Matthäus 7, vers 6. Hij zegt: geef het heilige niet aan de honden. En werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Dus je gaat niet met dwaze mensen in discussie over je geloofsovertuiging. Je mag ze wel vertellen, geen discussie. We gaan naar de 3e levensstijl van de 5. Dat onze levensstijl moet inspireren tot, ja, en ik noem het maar een superieure, want je zou bijna een ubermensch zeggen, want dat woord bedoel ik niet hoor. Maar wel een levensstijl die boven andere dingen verheven is. En ik zei het al, op herhaling, 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig God, de Heer in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Waarom zou iemand nou überhaupt naar je geloof vragen? Nou, omdat je levensstijl superieur is aan wat hij gewend is. Op wat voor manier ook. Dat kan zijn in uw eten,
in het drinken, in de manier hoe je je kleedt, zeker op Sabbat. Als je, ik heb de Elise van de trein vandaag opgehaald, nou, die zag er keurig, kwam ze aanlopen. Daarvoor liepen ook andere mensen, ik weet niet of jij die gezien hebt, die zagen er echt als reiziger uit. Jij zag eruit iemand die netjes ergens op bezoek gaat. Niemand weet dat je naar de gemeente gaat, maar je gaat er wel niet er netjes uit als je bezoek gaat. Daarvoor liepen mensen met rugzakken en weet ik allemaal wat. En de apostel Peter zegt, de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Zachtmoedigheid is best een lastig woord. Maar je kan hem definiëren als kracht onder controle. Dus je gebruikt het, maar je misbruikt het niet. Het Romeinse leger werd in die zin zelfs zachtmoedig genoemd. Met al hun wreedheden die ze deden. Mozes wordt in de Bijbel de zachtmoedigste man genoemd die ooit geleefd heeft. Maar hij was zeker geen zwakkeling. En Jezus zegt over zichzelf, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij bedoelt letterlijk kracht onder controle. Dus als mensen ons leven zien, onder controle in deze chaotische tijd, want dat is het echt, dan weten ze dat er een verschil is. Het is heel tragisch als de wereld veel christenen ziet die niet zachtmoedig zijn en eerbiedig. En als daarvan dat ze zich de gemeente de rug toekeren. Peter schrijft in de tijd dat hij dit geschreven had, wat we net gelezen hebben, dat Nero keizer was. En Nero heeft twee periodes gehad. De eerste was een goede periode en daarna heeft hij zijn gekke periode gehad. Daar is hij ook aan gestorven. En ze namen in die gekke periode christenen, overgoot hij met olie en teer en staken ze als tuinverlichting. Dan ben je echt gek. Maar weet u waarom ze dat nou deden? Het Romeinse Rijk werd op de kop gezet door de christenen. Niet dat ze een revolutie maakten. Maar ze hadden het vermogen namelijk om rechtvaardig te leiden. Niet schuchter, niet onbevreesd, niet beschuldigend, niet vloekend, niet scheldend. Maar God was met hen. Rechtvaardig zoals Jezus rechtvaardig stierf van het kruis. En daarom gaat het om hier in dit leven wat wij zijn, dat we beter leven. Dat we beter werken, beter studeren, beter bidden, beter prediken en beter offeren dan ongelovigen. En dat kunt u niet uit eigen kracht. Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest die in u werkt. Nou, als je naar mensen dan naar je kijken, dan moeten ze iemand zien die anders is. Een christen moet opvallen, zeg maar, als die gardenia bij de vuilnisbak. Het lukte me niet met Photoshop om erin te krijgen, maar je moet je even voorstellen, zo'n mooie bloem in een vuilnisbak. Als we zo leven, dan zullen mensen je vragen, wat maak je nou zo anders dan de rest van deze wereld? We gaan naar onze vierde levensstijl. Het gaat over een standvastige liefde die je kan zien. Ik neem nu even niet 1 Petrus 3, maar 1 Petrus 4, vers 8 en 9. Petrus schrijft daarin, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Dus we hebben niet alleen liefde voor elkaar nodig, maar ook liefde voor de verloren mensen. Ik geef u een paar, misschien wat nare voorbeelden. Even als gemeente, zijn we tegen abortus als gemeente? Ja, als gemeente zijn we tegen abortus. Toch moet je liefde tonen voor iedereen die wel abortus heeft gedaan. En wat doe je als je een jonge zwangere vrouw tegenkomt? Ga je die zedenpreek houden of omarm je die in alle liefde? In de meeste gevallen zijn ze soms zwanger geraakt door hun eigen schuld. Maar wij kunnen door onze eigen schuld ook verloren gaan. Dus wikkelen we ons in gewaden van zelfingenomenheid. Kijken op hen neer of drijven ze in de armen van de ellende? Je zou het anders kunnen zeggen. Gelooft u in de duurzaamheid van het huwelijk? We gaan de standaard niet verlagen, omdat de maatschappij anders is. Gods plan is één man voor één vrouw tot de dood en scheidt. Maar hoe zit het dan met mensen die gescheiden zijn? Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die gescheiden zijn. Gaan we dan zeggen, ja, jullie gaan verloren? Wij zijn een goede gemeente, we geloven daar niet in. Je bent hier niet welkom? Nee. Ze hebben je liefde nodig. Ze zijn gekneusd, gebroken en gekwetst. En wij kunnen niet als zelf ingenomen fariseeërs het recht naar ons toe halen. We kunnen ze wegjagen door onze blikken, door onze woorden. Maar we moeten niemand weerhouden om tot Jezus Christus te komen en daarvoor gered te worden. Ik neem nog wel een hele lastig in de huidige maatschappij. Wat denkt u van, zijn we dan tegen een homoseksuele levensstijl? Jazeker. Op basis van de Bijbel zijn we daar tegen. Leviticus staat het heel duidelijk. Maar zou je dan zeggen dat we niet naar onze gemeente kunnen komen als je homo bent?
Dat zou raar zijn. Ze hebben Jezus nodig, ze moeten gered worden. En ze zullen niet gered worden door hun eigen gerechtigheid of door onze eigen gerechtigheid. Iedereen heeft Jezus nodig. En ik geef u bewust een paar voorbeelden die in de huidige maatschappij wat meer toegedeeld worden en genormaliseerd zijn. Weer terug naar de moordenaar aan het kruis. De misdadiger aan het kruis werd door Jezus zalig gesproken omdat hij Jezus aannam. Hoe kan je nou in deze lastige tijd andere mensen bereiken? Nou, wij wonen in Arnhem en Arnhem is best een lastige stad. Maar we wonen ook in een wijk waar we buren hebben. Hoe ga je dat nou doen? Nou, dit is een foto van onze Burendag op zondag 22 september. Maar Burendag was in Nederland op 21 september. Dat is bijzonder. En toch was de Burendag bij ons op 22 september. Dus zo'n 7 jaar geleden werd Burendag geïntroduceerd in Nederland, wat ruimer. Dat is altijd op Sabbat. En onze buren gingen dat ook organiseren en we werden ook uitgenodigd. En we hebben ze netjes uitgelegd, en dat wisten ze ook wel, dat we op Sabbat vieren en op Sabbat onze heren dienen, maar niet de buren dachten. En dat begrepen ze. 2 keer Burendag geweest, op Sabbat. 2 keer zijn we niet geweest. Toen kwam er een enquête. En een van onze directe buren, die net zo lang als wij er wonen, die had die enquête gemaakt en zegt, ik heb er een keuzedag in gedaan. Ik heb gezegd zaterdag of zondag. En als zondag is, dan kunnen jullie ook gekozen worden, komen. En zondag werd door de meerderheid van al onze buren gekozen. Als burendag. Dat heet Gods leiding. En sindsdien komen we op burendag. En dan zegt Jeanette iedere keer, jullie kunnen tenminste niet ook komen. Dus zo kan je op die manier alleen maar gewoon door helder uit te leggen naar je buren waar het is. En als ze je graag willen hebben, dan veranderen dingen wel. Dus dat is mooi. En dat is een gezellige dag zoals het is. Sindsdien. De laatste. Hoe is onze levensstijl dat hij een bevredigd verlangen heeft? Dat is een wat ingewikkelde zin, maar ik ga het uitleggen hoor. We komen terug bij onze Bijbeltekst die je nu bijna uit het hoofd kent. In 1 Petrus 3 vers 15. Maar ik lees hem wel hardop nog. Maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Nou, u kent hem denk ik langzaam echt uit het hoofd wel. Hoop is namelijk het verlangen dat bevredigd wordt. Ja, hoop in de Bijbel is heel wat anders dan onze huidige hoop. Wij hopen dat het vanmiddag mooi weer is. Maar we weten het niet zeker. Maar als we hopen op de wederkomst van Jezus, weten we het zeker dat die komt, alleen niet wanneer. Hoop betekent zekerheid in dit geval. De rekenschap van de hoop die in u is. Betekent iets waarnaar je verlangt. Het verlangen, en dat wil graag bevredigd worden. Het geloof wordt omgezet in een realiteit in je hoop, in je hart en in je leven. Als je rondloopt op deze wereld zonder hoop, ja, dan ben je hopeloos. Hopeloos is heel iets ergs hoor. Dat is, mensen met een burn-out hebben soms zijn hopeloos. Die zien het echt niet meer zitten. Dat is heel triest. Dan heb je gefaald in het tonen van het grootste wat mogelijk is. Dat je denkt, ik kan het niet meer. Nou, dat is hopeloos. Maar wij hebben die hoop niet. We hebben echt een vaste, concrete hoop. Als de wereld je afvraagt, is er nog hoop? Dan moet je niet op de ellende kijken. De ellende biedt geen hoop. De oorlog in het Midden-Oosten is ellende. De oorlog in de Oekraïne is ellende. Alles wat in Soedan gebeurt is ellende. En zo kunnen we helemaal doorgaan. Dus dat is het niet. Maar er is namelijk een redder voor je ziel. Die heet Jezus Christus. Die is waar, die is waarachtig. Die is al gestorven. Het enige is, hij wil je graag thuis halen. En hoe meer we gaan geloven, hoe eerder die komt. De Bijbel is waar. De Heilige Geest is echt. En er is hoop in Jezus. Soms kan je naar een heidense of een ongelovige samenleving kijken en denk, ja, dat gaat allemaal voorbij. Maar je kan ook denken, als je er naar kijkt, dit zijn grote evangelisatiedagen. Wat kan ik het verschil maken bij al die mensen die niet geloven? Ik kom tot een deels afsluiting al met een laatste tekst. Het gaat over de luide roep in Openbaring 18 vers 4. De luide roep is een herhaling van de tweede engelboodschap uit Openbaring 14. En de luide roep zegt heel eenvoudig. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, omdat u geen deel hebt aan haar zonde en omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Dit is de oproep om niet te blijven in Babylon, de gevallen kerken. Als je zeker weet dat iets fout is, blijf er niet. Ga er dan uit, dat is de oproep. Als je zeker weet dat deze wereld je van afleidt, zonde je daarvan af. Heilig je dan ook op dat punt.
Word geen deelgenoot van de levensstijl zoals die gemeengoed in Nederland is of in deze wereld, anno 2024. Laten we het verschil maken door ons leven en daden te laten zien wat het is om een kind van God te zijn. En ik vat ze nog even allemaal vijf samen. Als je het samenvat, de levensstijl van de laatste dagen, dan betekent dat we geloven dat er een heerschappij komt over deze aarde. Jezus is koning van aarde en zal zijn koninkrijk hier vestigen. Onze levensstijl heeft een solide logica. Het is niet gebouwd op fantasieën, maar op duidelijke redenatie. Ons leven straalt al iets anders uit. En daardoor kunnen we andere mensen ook laten zien hoe je gelukkiger kan zijn, gezonder en klaar voor de toekomst. De standvastige liefde is niet alleen binnen de gemeente of binnen je eigen familie, maar die gaat ook naar je naasten, naar je buren, maar ook de vreemden op straat. En als laatste, we hebben een bevredigd verlangen. We hebben de hoop en de Heer zal ons de uitkomst op die hoop geven. Dus leef maar een heilig leven in een onheilige wereld. Jezus komt gauw om ons thuis te halen. En dat is een prachtig woord voor Maranatha.